Hi. Goedemiddag. Dit is het mooie van een masterclass. Jij bent de master vandaag. Zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, we get to pick your brain. Oké. Dus we gaan even proberen allerlei dingen die jij ervaren hebt, hoe jij in je, nou, wat je met je vak doet, hoe je met filmmaken omgaat, hoe je met de mensen om je heen omgaat. Gaan we even proberen te achterhalen hoe dat gaat in jouw leven. Ja. En dan hopen we dat de mensen die kijken, vooral de filmmakers die kijken, dat die er wat aan hebben. En dat andere kijkers die meekijken, die gewoon geïnteresseerd zijn, dat die toch een leuk gesprek zien en iets meer weten van wat er zich achter de schermen bij filmmaken voordoet. Ja. Jij bent niet begonnen als filmmaker, of wel? Nee, ik ben toen ik klaar was met de middelbare school in Hoogeveen, overigens was dat, ben ik naar Utrecht gegaan en heb mij aangemeld voor journalistiek. Maar dat was in de tijd van dat ik ging studeren, zeg maar, was dat heel gewild. En daar werd je heel lomp eigenlijk, werd je in of uitgeloot. En ik werd uitgeloot. Hm. En in die tijd was het zo, als je werd uitgeloot voor journalistiek, dan ging je Nederlands studeren. Dus dat deed ik ook. Dus ik ging Nederlands studeren in Utrecht. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar ergens, ik geloof in week 2 van het tweede jaar, toen ik poëzie van de renaissance, zat ik tijdens een college. En ik weet nog dat ik, dat ik in die collegebak zat en dat ik dacht, wat ga ik hier gewoon mee doen? hoe gaat mijn leven hierna eruit? Ga ik lesgeven of ga ik boeken schrijven? Nou, die ambitie had ik eigenlijk helemaal niet. Dus toen ben ik tijdens de les, nog tijdens het college, ben ik naar buiten gevlucht. Heb mijn ouders gebeld in een telefooncel en heb gezegd, ik ga stoppen. Ik wil iets met kunst. En vervolgens heb ik dat jaar gebruikt om wat colleges te volgen bij theaterwetenschappen. Heb ik wat gewerkt en aan mijn portfolio gewerkt. En ik wilde heel graag gaan fotograferen. Maar toen bleek ik heel erg allergisch te zijn voor doka-chemicaliën. Dat was nog voor het digitale tijdperk, zeg maar, waarin je je foto's nog in de donkere kamer moest ontwikkelen. En ik zat helemaal onder de bulten. Dus dat ging eigenlijk ook niet door. En toen kwam ik een vriendin tegen van de middelbare school nog. En die was aan de HKU begonnen, audiovisuele media. En die zei, ja, waarom ga je eigenlijk gewoon niet iets met bewegend beeld doen? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? De HKU is de Hogeschool voor de Kunst. Hogeschool voor de Kunst Utrecht, ja. En toen heb ik samen met haar nog een toelatingsfilmpje gemaakt in het asiel van Hilversum. Met moeilijk opvoedbare afgeschreven honden. De foto's die ik toen nog wel tijdens die fotografiecursus had gedaan, zeg maar, heb ik ingeleverd. En toen werd ik aangenomen tot mijn grote vreugde. Ja. En eigenlijk is het toen begonnen. Maar toen wist ik nog helemaal niet. Ik zat daar in het eerste jaar, daar zaten allemaal mensen die al helemaal dingen hadden gedaan. En ik wist echt van toeten nog blazen over film. Ik was wel een hele grote filmliefhebber. Maar goed, ja, wie is dat eigenlijk niet? En toen ben ik eigenlijk vrij snel heel erg enthousiast geraakt. En was het ook al wel vrij snel duidelijk dat dat het regie zou gaan worden. Ja? Ja. Want de camera, want als je begint als fotograaf, dan ben je toch aan het kaderen? Dan. Ja, dus, en ik heb toen ook wel cameralessen gevolgd. Bij Erik de Bruin was dat nog, van Wilde Mossels en Grenslanders heeft hij laten gewerkt. Mm-hmm. Maar dat waren zulke zware krengen toen nog. Dat waren van die enorme betakappen. En tijdens die lessen helde ik elke keer zo half. Dat ik dacht, nou, ik weet het niet hoor. Met die camera, dat is misschien net iets te zwaar voor mij. Ja. Maar ik moet wel zeggen, want na mijn opleiding ben ik bij de VPRO gaan werken. Bij het programma Waskracht. Daar heb ik 7 jaar gewerkt. En toen heb ik eigenlijk best heel veel camera gedaan, maar toen dat waren allemaal, dat was in die periode dat je die Sony's had, die DV-cam, ja, fantastisch, net, ja. Ja, dat ging echt prima. Ja, die kleine digitale camera's. Ja, precies, ja. Dat paste veel beter bij mijn formaat. Dus toen heb ik heel veel camera gedaan en ook montage. Dus ik heb wel, het enige wat ik volgens mij nooit heb gedaan is geluid. Maar ik heb al die verschillende functies die je binnen dat makerschap, zeg maar, heb ik wel gewoon onder de knie gehad. Heb je daar wat aan gehad, dat je ze allemaal gedaan hebt? Ja, want ik weet relatief veel
over camera en editing helemaal. Ik denk, soms heb ik nog wel eens, en dat is altijd als ik films aan het monteren ben, dat ik spijt heb dat ik niet ben gaan editen. Ja? Ja. Leuk, want in de edit gebeurt het eigenlijk, hè? Ja, daar ben je gewoon een film aan het maken. Ja. Dus ik vind eigenlijk van het film maken vind ik twee fases echt heel leuk om te doen en heel inspirerend. Dat is het schrijven en het researchen. Daar is alles nog mogelijk eigenlijk? Alles nog mogelijk. Je kan je fantasie helemaal de vrije loop laten. En in de edit maak je echt die film. Dat is heel erg vergelijkbaar met schrijven, vind ik ook. Alleen heb je dan echt het materiaal waar je het mee moet gaan doen. En dat, ja, zeg maar, dat is lang niet altijd alles wat je aan het begin had bedacht in die scenariofase. En om heel eerlijk te zijn, dat draaien zelf, zeker bij fictie, vind ik echt noodzakelijk kwaad. Is het zo zwaar? Het is zwaar en het is... Ik denk wat het zo zwaar maakt, is dat het is zo duur. En het is zo complex en je bent van zoveel factoren afhankelijk. Dat het altijd zoeken is naar het compromis. Dus het is altijd... zeker bij fictie, bij documentaire is dat nog weer anders. Daar vind ik het draaien weer heel leuk en vind ik het monteren echt verschrikkelijk. Want dan zit je met die 60 uur waarvan je denkt, hoe ga ik hier in godsnaam een verhaal van kleien? Maar met fictie is het toch echt zo dat je, ja, dan sta je op die set en dan staat er in de scène, het is stralend mooi weer. En dan, nou ja. Op de dag dat je gaat draaien is het gewoon, hè, zoals altijd, is het gewoon kut weer en regent het en is de zon er helemaal niet. Dus dan moet je dat allemaal met lampen. Ja, dus het is altijd compromissen sluiten. En altijd gewoon denken, nou ja, oké, we moeten dan maar roeien met de riemen die we hebben. Is het niet, heb je er wel eens over nagedacht hoe je dat kan ondervangen dan? Ik bedoel, is er niet op een creatieve manier mee om te gaan? Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. Er zijn filmmakers die veel meer op een soort semi-losse documentaire manier ook fictie draaien. Maar... Ja, zoals gezegd, fictie maken is zo duur. Ik bedoel, een gemiddelde draaidag kost toch al snel zo'n 20.000 tot 30.000 euro. Dus nou ja, als je dan 10 euro zet, reken maar uit hoeveel dat is per uur. Om het dan af te laten hangen van toeval, hè, wat je veel meer doet ook bij documentaire. En wat het ook zo leuk maakt, documentaire, je krijgt er allerlei cadeautjes. En, Maar soms moet je ook uren wachten en gebeurt er niks. Ja, gebeurt er niks. Ja. Maar bij documentaire, bij de realiteit is het toch vaak zo dat er dingen gebeuren die je niet had kunnen voorzien. En dat zijn vaak ook hele leuke dingen. Ja, en bij fictie, die acteurs die kijken je toch uiteindelijk zo aan en die hele ploeg ook van oké, maar wat gaan we doen? En improviseren op een fictieset heb ik wel eens gedaan, maar is levensgevaarlijk. Omdat je dan echt denkt, oh ja, dit is nu heel leuk en we hebben het nu heel erg leuk. En dat je dan in de montage denkt, maar we hadden toch nog dat ene shot van de andere kant misschien toch nog nodig gehad. En als we even weer teruggaan naar de HKU, want dat is niet de meest... Ik bedoel, er komen wel meer filmmakers vandaan. Ja. Wat in Nederland toch bekend staat als de broedplaats voor filmmakers is de Filmacademie. Ja. Maar ik heb al eens een keer eerder met jou aan tafel gezeten vanwege iets anders. En daar zei je al dat ook niet voor iedereen goed is, die Filmacademie. Sommigen moeten juist naar de HKU. Nou ja, het gaat om... Ja, het verschil is, denk ik... Kijk, bij de Filmacademie ben je al... Je wordt aangenomen op een specifieke positie binnen dat. Hè? Dus je wordt aangenomen voor regie fictie, voor montage, voor sound design, editing. En je begint dan eigenlijk dat eerste jaar. En je gaat gewoon 4 jaar lang ga je regie fictie doen of regie documentaire. Bij de HKU... Ik geef daar nu zelf ook les, al 15 jaar inmiddels, zeggen we veel meer van, ja, mensen zijn zo jong. Heel vaak weten mensen ook nog helemaal niet als ze 19, 20 zijn en soms nog jonger, van wat precies vind ik eigenlijk leuk binnen dat vak. Dus geven ze veel meer de tijd om binnen die 4 jaar hun profiel eigenlijk te ontdekken binnen het filmmaken. En dan kan het zijn dat, dat er bijvoorbeeld profielen uitkomen dat iemand zowel camera als montage doet. En ook daar, zeker in het veranderende filmlandschap, want media is natuurlijk veel breder dan dat je alleen maar fictie maakt, daar gaat het ook steeds meer naartoe.
Ja, dus dat je en camera doet bijvoorbeeld, maar ook de interviews doet. Dus, ja. En ik denk dat het ook voor een bepaald soort student of maker goed is om gewoon die 4 jaar de tijd te krijgen om te gaan onderzoeken van ja, maar waar zit nu echt dat vlammetje bij mij wat aangaat. En dat kunnen soms combinaties zijn die je op zo'n filmacademie zeg maar niet kunt doen. Dus we hebben bijvoorbeeld 2 jaar geleden was een jongen afgestudeerd, die is dan op productie afgestudeerd, maar ook op geluid. Ja, okay. Die combinatie die is best bijzonder. Ja. Ja. Maar produceren is best zwaar, zeker in Nederland. Dat wil je misschien niet altijd. Waarom is dat zwaar in Nederland? Kun je dat uitleggen? Nou ja, er is weinig geld. Dus je moet heel erg van de lange adem zijn. Je moet heel creatief zijn. En je moet er heel veel uren in gaan steken. En je moet heel charmant zijn. En dat is best wel een aanslag, ja, zeg maar, op mensen. En bij geluid is het veel, hè, dus in dit specifieke geval. Die jongen zei, ja, ik wil gewoon niet altijd gewoon die stress van het produceren voelen. Ik wil ook gewoon als een keer op een set staan, gewoon die hengel in de lucht. Nou, even heel oneerbiedig gezegd, want het is meer dan dat. Het is veel meer, maar ik snap wat je zegt. Ja. Dan ben je even met 1 focus bezig in plaats van dat je als producent 16 ballen in de lucht moet halen. Precies, ja. En continu onderhandelingen moet voeren met mensen over contracten. En het gaat natuurlijk altijd over geld. Mm-hmm. En ja, als je geluid doet, kun je gewoon wat meer ontspannen werken, ja, af en toe doen. Dus die combinatie. En dat, ja, ik vind dat heel erg leuk, dat daar ruimte voor is. Maar kijk, als jij gewoon zeker weet, ik wil gewoon dat. Ik wil gewoon documentaires maken en ik wil daar gewoon zoveel mogelijk over weten. Ja, dan zeggen we altijd tegen mensen, ook in toelatingen. Want dan moet je echt naar de filmacademie, okay, gaan. Zijn er mensen die er wat open in staan, die misschien nog niet helemaal weten welke kant ze op willen, of ze überhaupt audiovisueel willen doen? Die zou je de HKU aanraden? Ja, en ook, weet je, mensen komen er gaandeweg soms achter dat ze bijvoorbeeld veel autonomer werk willen maken. Dus die komen er vrij snel achter van, nou, dat samenwerken, dat is helemaal niet mijn ding. Ik zit liever te prutsen op mijn zolderkamertje. Ja. En die gaan wat meer museaal werk maken bijvoorbeeld, precies, of videokunst. Ja, want dat is nog wel echt een moeilijk geval in Nederland, denk ik. Kunst en film. Ja. Toevallig. Morgen dan doe ik zelf een live show met mijn band met Maya Deren. Ja. Dat wordt hier ook live uitgezonden. Maar Maya Deren was een amateur uit de jaren 40, heeft ze een aantal films gemaakt. Maar die heeft heel veel kritiek gehad op wat normaal film is, hoe Hollywood eruit ziet. En dat, ja, kan je in Nederland natuurlijk ook vertalen naar wat er rond het Nederlands Filmfestival, de films die daar staan, wat daar gebeurt. Ja. Dat de echte kunstvorm in film niet helemaal geaccepteerd wordt. Nou, het is lastiger, zeg maar. De podia zijn lastiger, denk ik, te vinden. Ja. In museums inderdaad. Maar het is niet onmogelijk. En ik denk, ja, als je de ruimte ook niet biedt op opleidingen, zeg maar, om, ja, die kant te onderzoeken en erachter te komen. Ja, het is niet de helft van de klas die dan zegt, ik wil videokunstenaar worden. Maar het is altijd 1 of 2 waarvan je gewoon vrij snel ziet. Ja, die is zo'n autonome denker. Die moet gewoon op die manier. Wanneer ben je afgestudeerd? In 96. Okay. Wat mij opvalt namelijk is dat de laatste 10 jaar misschien er overal op kunstacademies mensen eigenlijk afstuderen op film of op video. Ja. Dat is echt iets wat in de opkomst is. En daarmee zou je kunnen zeggen dat film wat breder geaccepteerd is. Ja. En dat het niet meer 1 soort hoeft te zijn, misschien. Nee. Je hebt veel meer soorten. Zelfs theaters maken gebruik van filmmakers, ja, tegenwoordig. Ja. Is dat ook iets wat je bij jou meer ziet op de HKU, dat mensen meer die kant op gaan? Nou ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld ook bij studierichtingen als grafisch, maar zelfs bij animatie, dat er steeds meer ook met film gebeurt. En bij mode zelfs, weet je. Dus het is natuurlijk heel toegankelijk geworden. Mm-hmm. Die apparatuur is gewoon allemaal, de software is toegankelijker en goedkoper. Onze wereld is afgelopen decennia gewoon echt in een rap tempo gedigitaliseerd. Ja. Heel veel mensen kunnen. De toegang, zeg maar, tot de middelen is
is veel beter geworden. En dus zie je ook dat al die andere kunstdisciplines, zeg maar, daar gebruik van gaan maken. En dat er gewoon interessante crossovers plaatsvinden. Ja. Dat is bij ons ook. Ik bedoel, de faculteit theater en faculteit media bij ons, die gaan toch steeds meer. Er zijn nu ook plannen, geloof ik, om het echt helemaal in één gebouw ook samen te voegen. Ja, ik moedig dat alleen maar aan. Mm. Los daarvan vind ik ook altijd nog wel dat gewoon de mensen die echt voor de, nou ja, om het zomaar eens even te zeggen, conservatievere manier van film maken willen, dat die ook de mogelijkheid moeten krijgen. Ja, conservatief, omdat het altijd al zo was. Maar het is natuurlijk, ja, film onderwerp is, hoeft het niet conservatief nee, te nee, zijn. Nee, maar film is natuurlijk in essentie vrij conservatief. Omdat het zo duur is, omdat het zoveel, ja, weet je wel, risico's met zich meebrengt. Ja. En moet je dus dingen van tevoren heel erg gaan plannen. Ja, je hebt natuurlijk wel filmmakers die eraan proberen te ontsnappen. Ja. Ik bedoel, of die juist gebruik maken, zoals Lars von Trier ooit gedaan heeft met Dancing in the Dark. Ja. Waar hij, weet ik veel hoeveel, bijna 100 digitale camera's van die kleine Sony's, waar, ja, je het over had, ja, heeft gebruikt. Dat later dan wel weer overzet op 35 mm voor de bioscoop. Precies. Het zag er ook mooier uit. Ja. Maar ja, zo zijn er ook in Nederland, bij Sirius Vries natuurlijk ook, die kleine films maakt met een klein budget, maar wat wel echt serieus. Die film ziet er in ieder geval internationaal wel goed doen. Ja. En ik kan me nog Alex Pitstra herinneren, die voor rond de 3 ton of zo een film heeft gemaakt, Die Welt, die, ja, het internationaal ook goed heeft gedaan. Ja. Maar het zijn wel verrassingen, zeg, ja, maar, in de Nederlandse filmwereld. Ja, ja, Esther Rots bijvoorbeeld. Esther Rots is daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Ja. Ja, maar dat zijn wel makers die het ook bij de fondsen en bij de omroepen zwaar hebben om, ja, hun financiering, zeg maar, ja, rond te krijgen. Omdat, ja, wat is je plan? Weet je, ja, mijn plan, ja, is dat ik een jaar lang elk seizoen op die boerderij ga draaien. En ja, maar hoe komt dat er dan uit te zien? Dus het is, is dat iets wat je, want ik spreek wel vaker met makers over het filmfonds. En, ja, je moet je plan altijd heel erg onderbouwen. Ja. En dat geldt voor de kleinere fondsen veel minder, maar het filmfonds is daar heel strikt in. Ja. En dat is aan de ene kant een goed ding, zodat je weet wat je gaat doen. Maar heb je niet af en toe ook het gevoel van, mensen, ik heb toch al wat moois gemaakt, vertrouw me nou eens voor deze film? Ja. Ja en nee, want kijk, ik snap het ook, het gaat echt over veel geld. Ja. Ik bedoel, voor een gemiddelde speelfilm in Nederland ben je toch al gauw 1,5 miljoen kwijt. Ja. En dat is echt low budget al, hè? Dat is belastinggeld. Dat is publiek geld. Dus ik snap ook heel goed dat experimenteren met zoveel geld, dat het risico's met zich meebrengt. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik, zeker voor jonge makers, en dat soort initiatieven zijn er nu ook, hoor, bij het Filmfonds. Mm-hmm. Je hebt die low budget traject en je hebt Vrijplaats. Dat heet geloof ik niet meer Vrijplaats, maar dat was het Vrijplaats. Dus kun je als jonge maker je plan helemaal los van omroepen en van, ja, dramaturgen, ja, zeg maar, en bemoeienissen gewoon ontwikkelen samen met een coach. Ik denk dat het fijn zou zijn als daar nog iets meer in geïnvesteerd gaat worden. Ik noem even iets dat je zegt van, ja, we gaan voor een, mensen die net afgestudeerd zijn, die kunnen misschien wel voor een ton een hele interessante film maken. Moet je wel ook met de mensen met wie je dan afgestudeerd bent, bijvoorbeeld. Moet je ook wel weer bepaalde voorwaarden aan gaan hangen. Want als je dan als jonge filmmaker zo'n soort low-budget film zou gaan maken, je gaat er weer allerlei dure cameramensen en ja, dan kom je niet uit met dat geld. Maar als, nee, je zegt, nee, maar dit is echt voor, hè, de beginnende makers, ja, daar mag je nog, denk ik, wel iets meer risico nemen als filmfonds. En vind je dan in die zin ook belangrijk dat een filmmaker een stem heeft? Soms, maar soms ook helemaal niet. Want film bestaat natuurlijk niet alleen maar uit arthouse en experiment. Nee. Dus ik vind ook, of ik ben heel blij, zeg maar, dat er ook films worden gemaakt als, Bombini Holland was hier, de poster, ja, hing eruit. Of Soof, of, hè. Dus de, nee, ik de vind wat Alles is Liefde altijd een heel mooi voorbeeld. Ik vind, ja, het ook een hele mooie, prachtig, ja, gemaakte film. Ja. En die ook ingaat eigenlijk op kleine emoties. Ja. En dan prachtig uitgedacht, ja, op een groot doek. Maar er zit ook wel, zou je kunnen zeggen, een stem in. Daarmee bedoel ik niet per se dat het arthouse meteen moet zijn. Maar nee, wat ik wel
wat ik wel interessant vind, is dat je toch een soort van hand van de maker erin terugziet. Ja. En dan hoeft dat echt niet altijd. Ik bedoel, bij een actiefilm is het waarschijnlijk vrijwel onmogelijk, omdat het heel erg genregebonden is. Ja. Maar in dat ontwikkeltraject waar je het over hebt, waarbij je kijkt of een jonge maker misschien voor een ton een film zou kunnen maken, dan lijkt me dat iets meer interessant. Maar ja. Ja, het ligt misschien ook een beetje aan je insteek. Ik zeg tegen studenten altijd, kijk, film is eigenlijk drie dingen. Het is industrie, het is ambacht en het is kunst. En die drie poten, om het zo maar eens te zeggen, zeg maar, daar is wat voor maker jij bent, dat bepaalt van hoeveel gaat er nou zo. Hè? Dus als je zegt het is industrie en het is ambacht, dan zul je wat meer in de commerciëlere hoek zitten. Als je zegt het zit wat meer op kunst en op ambacht, dat kan ook. En die industrie, dat boeit me eigenlijk niet zoveel, hè, hoeveel mensen er nou precies naartoe gaan. Het kan allemaal, maar je moet gewoon nadenken als maker. Maar ik denk dat dat soms wel eens per film is, van hoe zit die verdeling van die drie poten? Mm-hmm. Weet je? Ben ik nu iets aan het maken voor de industrie? En waarbij ambacht ook bijvoorbeeld heel erg belangrijk is en waarbij mijn kunstenaarschap en dus mijn eigen stem, zeg maar, nou ja, ja. Even iets meer op de achtergrond komt. Of maak ik iets waarvan ik zeg, nou, die urgentie of om iets als kunstenaar te vertellen, dat staat bovenaan. Daarna komt het ambacht en nou ja, dat de industrie er ook nog iets mee moet, dat is dan meegenomen, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat dat allemaal er is. En er moet zijn ook. Ja, moet zijn ook. Mijn visie is dat die rare kunstfilms, die soms heel ver gaan, die inspireren andere regisseurs weer om een film net iets anders in te steken. Ja. En dat worden misschien wel hele grote commerciële films. Ja. Dus ik denk dat het allemaal nodig is om elkaar te inspireren en elkaar op de juiste manier naar wat film maken is en ook het ontwikkelen van film te gaan kijken. Ja. Maar goed, in Nederland zijn wij natuurlijk toch ook voor de wat commerciëlere films en publieksfilms afhankelijk van een filmfonds. Ja. Dus industrie is in die zin ook lastig. Je zou je de vraag kunnen stellen, is er wel echt sprake van een industrie in Nederland? Ja. Ik bedoel, als ik het vergelijk in Amerika, daar is gewoon, weet je, dat zijn gewoon financiers en studio's, die steken daar geld in. Ja. Dus die bepalen ook terecht. Ik bedoel, als daar worden films niet zomaar het grote doek op gesmeten. Er komt eerst gewoon een groot testpubliek. En als dat testpubliek 60% zegt, ik vind het einde helemaal niks, dan wordt het gewoon opnieuw geschoten. Zelfs bij de wat kleinere films. Ja, een film moet daar winst maken. Het moet gewoon uit de kosten komen. Ja, dat is hier eigenlijk niet zo. Nee. Ja. Dus dat blijft gewoon een ingewikkeld spanningsveld. Omdat je gewoon, dat publieke geld, wat vind je daarin belangrijk? Dat er heel veel mensen naartoe gaan. Of dat er aandacht wordt besteed ook aan wat lastigere thematieken bijvoorbeeld. Waar misschien minder mensen naartoe gaan. Maar wat wel belangrijk is, dat we dat als maatschappij, als land willen dat het dat mensen. En als je dan teruggaat naar je bent dan afgestudeerd. Mm-hmm. En ben je afgestudeerd met een film? Ja. Hoe heet die? De Tantaluskwelling. Lekker pretentieus. Is die ook ergens te zien? Nee, die ligt ergens te verstoffen op een VHS. Oké. Toen ik research deed wat je gemaakt had, ik heb Nena natuurlijk toen ooit gezien. Ik vond het verrassend. Ik was echt heel blij met die film. Ja. Ik vond het onderwerp mooi, maar ik vond het ook mooi in beeld gebracht. Alles klopte gewoon. Het heeft ook niet van niks een gouden kalf gewonnen, denk ik dan. Maar als ik dan zoek naar wat je daarvoor gemaakt hebt, dan is het wat moeilijker te vinden online. Ja. Tenminste, de titels wel, maar om te bekijken. Ja. Wat ik wel tegenkwam was iets waar je een scenario voor gedaan had. Ja. Dat was P. Wie is de filmmaker? Aaron Rokus. Ja. Rokus. Ja. En een andere was een goed leven. Een goed leven. Ja, ook door Aaron. Ja, precies. Die heb ik geschreven. Ik weet niet, misschien kunnen we daar even naar gaan kijken, een goed leven. Het is een trailer eigenlijk voor NPO 3, dat we laten zien
Hoe die aangekondigd wordt ja. vanavond op NPO3. Maar dan krijg je toch even een beeld van hoe het eruit ziet. Yes. Nooit meer naar muziek luisteren of nooit meer lezen? Nooit meer lezen. Een dag met Kafka of een nacht met Kim Basinger? Ja, Kafka natuurlijk. Wat wil je doen? Naar de film? Samen de Martini-toren beklimmen? Hij heeft kooiboy-laarzen. Wie? Mijn vader. All I like is a little bit of motion. All I like is just a little bit beside. Lig hier nou nog steeds? Wat moet je? Niks. Lena. Wie es offensichtlich nicht sein erster Suizidversuch ist, behalten wir ihn vorläufig hier auf der geschlossenen. Hoezo? Niet zijn eer. Ben je over? Lena? Lena! Weet je iets van baseball? Nou, we hebben 9 veldspelers, 3 in het outfield. En die raakt hier. Madonna of Samantha Fox? Samantha Fox. Dat is het gewoon eigenlijk. En wat is daar? Daar zitten de moffen. Mensch, dessen Maß an Leiden überschritten ist, so unglaublich und fähig. Wie sagt er? Goethe. Goethe? Ja. Ich dachte, dass du die selbst hat verzonnen. Frag mich irgendwas und ich sag nein. Er soll je hart breken. Einfach nein. Kann ich das auf jou gedaan? Du machst mich so klein, Schlosser. Dass nichts mehr bleibt. Nichts oh, bleibt. Ja. Denn viel mehr geht nicht, viel mehr geht nicht. Hurra. Nichts geht. Er will kein Tag, er wird tot. Denn viel mehr geht nicht, viel mehr geht nicht. Nichts geht mehr. Ja, dat was Nena, maar ook goed, want ook waar ik het eigenlijk over wil hebben is, voor de ene heb je het scenario geschreven, en je schrijft ook wel vaak scenario, maar je bent niet begonnen per se met scenario schrijven. Nee. Je eerste belangrijke grote film is Nena, daarvoor heb je Het Doel gemaakt, een korte film, die ook niet echt kort is, 50 minuten. 50 minuten, ja. Die zou ik heel graag willen zien trouwens. Dus we moeten even kijken of als je weet dat hij nog ergens staat. Ja, ik heb hem zelf. Ik ben heel slecht in het archiveren van mijn eigen werk. Ik heb hem zelf ergens op een... Hij is gedigitaliseerd laatst door iemand. Ja, en, want hij is op film ook echt uitgekomen. Ja, die hebben we op tv gedraaid dus. Ja. Op dv. Okay. Die hebben op dv gedraaid en dat was wel grappig, want toen zijn we voor de Pre-Europa geselecteerd en Input Festival. Dat was echt wel een klein succesje voor een televisiefilm. Zeker, ja. En toen waren we bij dat Input Festival, was het ook van fast, cheap and good. Omdat we die film echt voor, wat hadden we, 1,5 ton zeg maar, wat echt heel weinig is. Hebben gemaakt en die er toch heel erg zeg maar uitzag alsof het op film gedraaid was. Ja. En dat was een leuke film. Ik kom zo weer terug op Nederland, maar je zegt nu iets wat mij ook triggert. Je zegt namelijk best wel goedkoop, 1,5 ton. Heel veel van onze aspirantfilmmakers die kijken, die vinden dat echt een hele bak met geld. Ja, maar 1,5 ton gulden. Ja, oké. Okay. Okay. Dan praten we toch weer over ja. Nee, want filmmaken is inderdaad niet goedkoop. En dat komt vooral door alle mensen die mee moeten, die betaald moeten worden. Maar bij Nena heb je, ik weet niet hoe hoog het budget daar was, maar het ziet er echt fantastisch uit allemaal. Ja. Wie was de DOP? Age Hollander. Ah, Age Hollander, ja. Die maak eigenlijk altijd mee werk, gehad. Je scenario voor bijvoorbeeld P en voor die andere. Goed leek. Het is net alsof daar iets meer afstand zit uiteindelijk tussen de personages dan bij wat je zelf filmt. Ik vind dat daar de mensen dichterbij komen. Of dat je meer onder de huid gaat zitten van wat ze voelen of zo. Ik voel dat makkelijk mee. Ja.
Klopt dat, denk je? Oh, dat is voor het eerst hoor. Het zou kunnen dat het dan in de vertaalslag, omdat je het dan schrijft, maar niet zelf regisseert. Dus dat er iets van afstand komt. Nou, laat ik het zo zeggen. Meer de afstand die misschien Alex van Warmerdam ook altijd heeft. Dus je kijkt echt naar een verhaal dat zich afspeelt. Ja. Terwijl bij je eigen film, zo had ik ook bij Dorst, ga je veel meer mee met de personages. Ja. Het kan ook natuurlijk gewoon de manier van filmmaken zijn van de regisseur. Ja, dat is interessant om eens verder over na te denken. Kijk, bij P, bijvoorbeeld die kort. Die is trouwens wel online te zien. Ja. Die kunnen mensen opzoeken. Dus, ja, bij de NTR, de NTR kort zijn dat. Hoe dat ontstaan is eigenlijk wel grappig. Want ik was bezig met de montage van Nena. En die moest, omdat we een co-productie waren met Duitsland, zeg maar, moest dat in Keulen gebeuren. Dus ik heb daar 3 maanden in Keulen, zeg maar, gewoond. Maar dan ging ik wel in het weekend op en neer om mijn kinderen en mijn man nog een beetje te zien. En ik had een soort, Aaron had gevraagd van, god, wil jij niet eens een keer iets schrijven voor mij? En toen zei ik, ja, dat is goed, maar ik heb eigenlijk geen tijd. En toen had ik voor mezelf een soort randvoorwaardes bedacht. Oké, ik ga elke keer als ik in die 3 maanden naar Keulen moet, ga ik in de trein. Want ik ging altijd met de trein, zeg maar. En dat is 3 uur of zo vanuit Zwolle. Ja. Ga ik schrijven. En dus het is 10 minuten. Ik dacht, er moet 1 plek zijn en er mag geen dialoog in zitten. Dus dat waren gewoon de randvoorwaarden. En ik had ook van mezelf, het moet zeg maar aan het einde van dat ik klaar ben in Keulen, moet dat ook klaar zijn. Ja. Dus die heb ik eigenlijk vrij snel geschreven. Dus hè, als we het dan weer hebben over die poot van industrie, ambacht, kunst. Ja, ja, ja. Dan gaat het echt over ambacht. Voor mij als schrijver dan. Ja. En vervolgens moet ik wel zeggen dat ik... En Aaron heeft mij nog wel heel erg betrokken bij casting en zo. En wie zullen we daarvoor vragen? En, Fabian Jansen zit er weer in, die ook in Nena zit. Ja, ja. Ik ben dol op Fabian. Ja, hij zit ook weer in mijn nieuwe film, in de telefilm. Ja. Maar op het moment dat ik dan klaar ben als scenarist, dan gooi ik het ook echt gewoon over de schutting en vind ik dat een regisseur daar gewoon zijn ding mee moet doen. Ja. Dus ik ben geloof ik 1 keer wel even op de set langs geweest. Dus heb ik een gaffertape op mijn mond geplakt. Dan mocht ik achter de monitor even meekijken. Ja, en niks zeggen dus. Nee, en Aaron is ook nog een oud student van mij. Okay, dus weet je, je moet dan toch op een gegeven moment gewoon niet meer de juf gaan uithangen. Of die irritante scenarist die het allemaal beter weet. Nou ja, dus hij is heel goed gelukt. Ik vond het echt hoeveel energie en verhaallijnen je kan ballen in 9 minuten of 10 minuten. Dat vond ik echt heel knap. Ja. Dus, maar het is ook, hij is spannend, hilarisch. Dus het is anders dan dus jouw films waarbij je veel meer speldeprikjes uitdeelt. Je hebt natuurlijk ook een veel langere tijdspanne. Ja, ja. Het is moeilijk hoor, een korte film. Ja, dat geloof ik best. Ja. Zowel qua schrijven als qua regie, want ik heb er natuurlijk ook eentje geregisseerd. De laatste dag, ja. met Bert Lubbers, waar ook geen dialoog in zat. Mm-hmm. Ook een heel uitgesproken script, verhaal eigenlijk. Ja, ik vond het echt... maar ik had mezelf voorgenomen, oké, die kortjes, dat is relatief weinig geld. Nou ja, goed, 70.000 of zo, dat is nog best wel veel geld voor 10 minuten. Ja. Maar toch... Je ziet wel, je leert wel, en daarom wordt er waarschijnlijk zoveel geld ook aan uitgegeven door fondsen. Gelijk de kracht van de maker. Ja, handtekening. Precies, maar ook dat je zegt, goh, dit is zo goed gelukt, die kan misschien nu wel een volgende stap nemen. Ja, ik denk zo dat wordt daar er wel, dit ja. soort subsidies belangrijk voor ja, zijn. Ja, zeker. Maar voor mij als maker heb ik er eigenlijk nooit, ik heb er nooit strategisch naar gekeken. Zeg maar, ik heb die kortjes ook later gemaakt dan mijn andere films, de wat langere singleplays voor televisie. Voor mij waren die kortjes echt puur ambacht. Ja. Maar daar zet ik dan ook op in. Maar voor de fondsen zijn ze meer strategie, denk ik. Ja. Ja. En want Doe is in 2003 of 2004 uitgekomen.
geloof ik. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet meer of 3 of 4 was. Maar ik dacht 1. Maar wat ik begreep was dat je 7 jaar bij de VPRO had gewerkt. Ja. En toen Doe heb uitgebracht. Dus als je in 96 bent gestopt, denk ik dat toch voor 2000. Ja, ja. Nee. Heel goed. Maar was dat ook je eerste langere grote regie? Ja. Als je zoiets voor het eerst doet, wat kom je dan allemaal tegen? Dat je veel te veel wil. In veel te korte tijd, met veel te weinig geld. Maar ook dat hoe inventief, zeg maar, je kan zijn met weinig geld en weinig middelen. Wat ik daar heel leuk aan vond aan doen, is dat eigenlijk alle thema's waar ik later, bij mijn latere films ook mee bezig ben, dat die er toen al in zaten. Ja, misschien moet je even kort vertellen waar Doe over gaat. Doe gaat over het is een tweetalige roadmovie. Dus er wordt Duits en Nederlands in gesproken. En, het Gronings is Doe ook jij. Dus, ja, is Doe ook jij, inderdaad. En het beroemde lied van Peter Maffay zit daarin, wordt gezongen. Het gaat over een suïcidale Duitse soldaat, sergeant. En een gehandicapte Nederlander die ontsnapt in een rolstoel, die ontsnapt is uit een gesloten inrichting. En zij ontmoeten ook, die Duitser zit op een tweespan. Mm-hmm. Of, ik weet nooit, is het dan een tweespan of een zijspan? Die grap, zijspan. Een zijspan, ja. Een zijspan. Nee, die grap zit ook in de film zelf, dat die ene zegt een tweespan en de ander zegt nee, het is een zijspan. En hij neemt, zeg maar, die man in de rolstoel, Ferdi, die staat te liften. Gewoon ergens in the middle of nowhere in Oost-Groningen. De film is helemaal in Oost-Groningen opgenomen. En zij gaan op pad, zeg maar. Eindigen uiteindelijk in het Eems Hotel in Delfzijl. En dan komt die ene daarachter dat die ander suïcidaal is. En, het komt goed. En dit is min of meer, zou je kunnen zeggen, als ik het zo hoor, een fantastische vingeroefening geweest voor Nena. Ja. Ja, het is eigenlijk een soort voorstudie, zou je kunnen zeggen. Want wat heb jij meegenomen? Wat voor soort dingen kwam je tegen bij deze film die je bij Nena hebt kunnen oplossen of kunnen verbeteren? Ik denk dat Doe een grotere, als we het hebben over die afstand, hè, waar je het net over had, dat die nog wat afstandelijker was, literairder misschien wel. Dus heel erg op dialoog. Dat we daarbij bij Nena heb ik gewoon toch iets meer soms ook vertrouwd op gewoon dialogen weghalen en veel meer op blikken of stiltes of dingen die niet verteld worden. Ik herinner me in Doe, daar zit een scène in een kroeg. En dat gaat dan letterlijk, gaat het ook over zelfmoord en de zin van zelfmoord. Maar heel expliciet, heel erg op een, ik was of ben nog steeds eigenlijk een hele grote fan van Hal Hartley, van de films van Hal Hartley. Ja. Maar die hebben ook dat hele dialoog gestuurd, bijna op een soort boekentaalachtige literaire manier. Ja. Op metaniveau ook heel erg. Waardoor je er eigenlijk emotioneel tegenaan blijft kijken. Ja. Dus het is vermakelijk, maar het is ook afstandelijk. En ik denk dat ik daar wel bij Nena een ander soort slag heb gemaakt. Ook naar een bepaald soort emotionaliteit die er wat meer. Ja, want het is bij die films van Hal Hartley, als je goed luistert, is het best wel zwaar of best wel heftig. Maar je blijft er heel licht naar kijken. Ja. En dat bij jou is dat, dat lichte blijft ook wel in Nena, vind ik. Ja. Tegelijkertijd het onderwerp dat zo zwaar is, wordt, alleen al de zin, hij heeft geen zin in taart, hij wil dood. Ja. Die directheid, het sprak mij heel erg aan. Ja. Ik denk ook, is dat ook iets wat, dat heb je geschreven met Esther Gerritsen. Ja. Is dat ook iets wat tussen jullie ontstaan is, dit soort dialogen? Of komt het ook uit de realiteit? Ik heb Esther natuurlijk in een later stadium van het scenario schrijven, zeg maar, erbij gevraagd. Omdat die toonzetting in haar werk zit ook. En zij doet het natuurlijk, hè, als toneelschrijfster is zij begonnen en toen is ze romans gaan schrijven. Maar dat, bij Esther zit eenzelfde soort, ik denk dat we ons daarin heel erg herkennen, eenzelfde soort
dat het over hele heftige dingen kan gaan. Maar dat er altijd een soort relativering of een soort lichte toets achter zit. Hm. Ja, Esther zelf heeft dat wel eens genoemd van... waarin herkennen jullie elkaar met ons? Ja, dat we eigenlijk allebei moeten lachen om dingen waar je eigenlijk niet over mag lachen. Ja, nou, dat is ook wel... wat kun je soms ook anders dan lachen? Ja, maar goed, er zijn ook mensen die dat wel eens in het verkeerde keelgat schiet. Maar ja, als filmmaker heb je dan een prachtig instrument in handen natuurlijk. Ja. Ik heb een vraag van Johanneke. Oké, okay. Ja. Ik heb een aantal korte films gemaakt en ik zou nu een langere film willen maken. Wat is een handige volgende stap voor mij? Heb jij daar een antwoord op? Schrijven. Vooral. Daar begint het gewoon mee. Het begint toch met een goed plan. En toch de boer ermee opgaan. Dus bij een producent niet te lang wachten met het zoeken naar een producent. Mm-hmm. En een producent die gewoon in dat script gelooft. En die kan vervolgens een plan de campagne gaan uitrollen als het gaat over financiering. Ik weet niet of ze deze stap bedoelt hoor, want we hebben het meteen nu weer over geld en financiering. Ja, maar en dat zo, is wel belangrijk om een film te kunnen maken. Ja. Maar jij zegt schrijven. Ja. Dat kan een eigen verhaal zijn, maar het kan ook zijn dat je een roman of een kort verhaal neemt wat je uitwerkt. Ja, zeker. Dus een volgende stap kan ook zijn, zoek eerst eens naar een onderwerp wat je heel erg interesseert. Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Nena is natuurlijk ook redelijk autobiografisch. Ja. Was dat duidelijk voor jou, dat je dat verhaal altijd al wilde vertellen? Nee. Nee? Nee. Nee, dat zeg maar, Nena is echt vanuit een eerdere afwijzing ontstaan van het filmfonds. Ja. Ik had een scenario geschreven samen met een vriendin van mij, Eveline Verwoerd, die Fit to Fly heette dat. Dat ging over een jonge marechaussee die een Roma-gezin uit moet zetten naar Servië. Een vader en zijn twee kinderen. Die sterft op de weg in het vliegtuig daar naartoe. En hij zit vervolgens, die jonge marechaussee, die zit opgeschreven met die twee kinderen. Die ergens onder moet brengen. En gaat op zoek samen met die kinderen, zeg maar, alle protocollen trotserend... naar iets van familie voor die kinderen. Ja. Ik vond dat een heel... daar zijn we heel ver mee gekomen toen bij het Filmfonds. Dat was ook voor de oversteek waar Nena ook in zat. Dat is ook voor jonge beginnende makers. En wij zijn er toen in de laatste ronde uitgevlogen. Waar ik heel teleurgesteld in ben. Nog steeds. Nog steeds wel. Nou ja, hij is nu... Het is wel leuk, want hij is nu... tot podcast hebben we hem gemaakt, bij Scripts of Screen. Ja. Dat kun je ook opzoeken, zeg maar, bij de podcast. Dat is een heel leuk initiatief, is dat. Onverfilmde scenario's, zeg maar, zijn ingesproken. En in 5 delen, zeg maar, is dat... Als je het linkje even door wil sturen, dan zetten we het op de website van de filmclub. Ja, dat is... ik ben heel blij, zeg maar, dat ik er op die manier nog wat mee heb kunnen doen. Maar goed, die afwijzing dus, van nou ja, net op het laatste moment was het de grote net niet show. Mm-hmm. En er viel toen ergens in, je krijgt dan zo'n vreselijk afwijzingsgesprek bij het filmfonds, viel het woord urgentie. En toen dacht ik, nou sorry jongens, als dit niet urgent is over ons uitzettingsbeleid en wat dat doet met mensen. En toen dacht ik, het woord persoonlijk viel. En toen dacht ik, persoonlijk? Nou, jullie kunnen dat krijgen ook. En toen heb ik in één nacht echt woedend achter mijn computer, typemachine wilde ik zeggen. Ja. Heb ik de synopsis voor Nena geschreven, meteen voor de volgende inleverronde. Want de afwijzing was een week voordat de nieuwe inleverdatum alweer was. Ja. En toen zijn we er zo doorheen gefietst. Maar ik denk wel dat heel veel mensen, als ik dan Johannekes vraag... probeert te interpreteren, die weten waarschijnlijk niet eens hoe lang een synopsis moet zijn. En wat daar de volgende stap in is. Ja, kan je eerst een synopsis schrijven en dan verder? Of moet je eerst een scenario schrijven en dan een synopsis? Nee, het ligt er een beetje aan hoe je wil werken. Ik ben zelf altijd, dat is zo leuk aan die vrijplaats, die dus nu niet meer vrijplaats heet, van het filmfonds. Dat zoeken we op. Ja, dat je ook andersom kan beginnen. Je begint gewoon met schrijven en dan werk je later terug naar een synopsis. Ja. Maar
Dat is weer dat conservatieve uit die filmwereld. Normaal gesproken is het zo, je begint met een synopsis. Nou, dat is 1 tot max 4 pagina's. Okay. Waarin je eigenlijk heel grof gezegd een soort, dit is het verhaal geeft. Dan komt de, op grond daarvan krijg je wel of geen geld om dingen uit te gaan werken. Voor de treatmentfase. Treatment is eigenlijk het hele scenario, heb je ook weer allerlei verschillende vormen in. Maar dat is ongeveer 1/3 van, nou ja, een normaal script is 90 tot 100 pagina's. Treatment is dan tussen de 20 en de 30. Daar ben je al veel uitgebreider met, oké, dit zijn de scènes, dat en dat wordt er ongeveer gezegd. Maar de dialogen zijn verder nog niet uitgewerkt. En dan, na die treatmentfase, krijg je weer geld om het uit te mogen werken in een scenario. Ja. En als je dus zegt, Johanneke moet de boer op. Ja. Dan moet ze haar portfolio meenemen. Mensen benaderen. Wat voor soort mensen moet ze benaderen? Gewoon zoeken in telefoongidsen naar producenten Nederlandse film? Nou ja, er is wel een soort overzicht volgens mij wel te vinden van wat de producenten zijn. Er zijn wat grotere en wat kleinere producenten. Eigenlijk zijn alle producenten altijd wel op zoek naar nieuwe makers. Maar ze zijn daarin ook een beetje lui. In de zin van nieuwe makers komen of van de HKU of van de Filmacademie. Ja. En dan is als de Volkskrant dan heeft geschreven, nou die eindexamenfilm, die moet je in de gaten houden. Nou, dan wil iedereen daarmee. Er is in het noorden best wel wat autodidact talent. En ook wel talent wat gewoon van Minerva komt of de Academie Popcultuur. En die ook prachtige dingen maken, maar die dan niet in de radar zijn van deze producenten. Ja, nee. Onder de radar van deze producenten. En als je dan... Toen ik eens een keer mee heb gedaan aan Andermans film, vond ik de filmfestivals het meest interessant. Omdat je daar in gesprek kwam met niet alleen andere filmmakers, maar ook met producenten. Ja. Dat is waarschijnlijk ook een manier. Zeker, je hebt ook bijvoorbeeld Scriptbank. Die koppelen dan zeg maar makers en schrijvers aan elkaar, maar ook producenten. Dat zijn goede dingen. Dat is ook vaak op het filmfestival worden daar een soort speeddates georganiseerd. Die zijn echt heel erg leuk. Nederlands Filmfestival in Nederlands Filmfestival, inderdaad. En tegelijkertijd is het ook dat ik gewoon altijd denk, je moet gewoon brutaal zijn en je moet gewoon bellen. Ik zou niet gaan mailen, maar gewoon bellen en zeggen, ja, ik wil gewoon een afspraak en ik heb gewoon een goed plan. En dat is dit. Mm-hmm. En dit is wat ik gemaakt heb. En toch als een Jehovah's getuige af en toe gewoon je voet tussen de deur blijven En dat steken. Is waarschijnlijk ook wat filmmakers... filmmaker is veel meer dan alleen maar de regie of de montage. Ja, dat is echt dit. Deel ervan. De rest is allemaal gewoon zorgen dat je... Dat die gemaakt kan worden. Dat die gemaakt kan worden. Dat je de... it's not what you know, it's who you know. Het geldt helaas wel in deze wereld. En heb je daar ook... Heb jij vaste kompanen daarin? Met Esther Gerritsen werk je dan vaker samen. Ja. En dat is natuurlijk ook al een bekende naam. Verder, ook al voordat jij heel bekender was, in elk geval een gouden kalf had gewonnen, was Esther Gerritsen van haar boeken al bekender. Ja. Maar werk je ook met bijvoorbeeld dezelfde producenten? Of, Ik werk veel met één en dezelfde producenten. Tenminste, de speelfilms die ik tot nu toe... mijn laatste speelfilm is met een andere producent. Okay. Ook heel erg goed bevallen. Nee, ik heb wel echt met verschillende producenten al gewerkt. Die klik is wel belangrijk. Die klik is wel belangrijk. Ja. En er zijn ook producenten waarvan je na één keer dat je denkt, daar ga ik nooit meer mee werken. We noemen geen namen. Nee, maar, we noemen geen namen. Nee. We hebben een keer in de filmclub Sascha Pollak en Marleen Slot gehad. Ja. Naar aanleiding van haar nieuwe film Dirty God. Mm-hmm. Zij werken dus ook heel vaak samen en zij kunnen elkaar heel erg lezen. Ja. Is dat misschien ook iets voor Johanneke om te gaan kijken van, en voor nieuwe filmmakers dan, om te gaan kijken van goh, met wie zou ik dit avontuur aandurven? Want dit moet met wie mij heb niet je een alleen klik? Dus je moet ook kijken voordat je bij iemand aanklopt van wat hebben die tot nu toe gemaakt en vind ik dat überhaupt interessant? Ja. Er zijn natuurlijk ook producenten die veel meer alleen maar gewoon commerciële dingen maken. Ja. En er zijn producenten, zoals in het geval van Marleen en Sascha. Marleen is een eenpitter. Ze doet het in haar eentje, dus die kan ook niet heel veel dingen tegelijk doen. Maar die is wel heel specifiek in wat voor soort films ze wil maken. Ja. En daar gaat ze dan helemaal voor. Maar ze is wel ook altijd met meer films tegelijk bezig. Ja, dat moet altijd. Dat moet iedereen doen, hè? Ja. De regisseur, producent, je moet altijd zorgen dat je meer ijzers in het vuur hebt. Ja,
Ja. En die dingen overlappen elkaar ook. Ja, dus, ja. Is dat lastig? Ja, zoals nu. Ik ben nu bezig met de postproductie van een telefilm die we net hebben gedraaid. En ondertussen start de volgende alweer op. Dus ik moet gewoon soms per dag, terwijl ik bij de een in de sound design zit of in de grading. Ja, de grading is voor de mensen thuis dat je de kleuren allemaal mooi maakt van je film. Dan moet ik toch af en toe naar buiten lopen om ondertussen weer te overleggen met de uitvoerend producent over het volgende project. Mm-hmm. Maar dat is verder, dat breekt elkaar niet echt. Jawel, het is afgrijzelijk. Mensen zeggen je went daar helemaal nooit aan. Nee? Want het zijn een soort voortdurende kortsluitingen in je hoofd waarvan je denkt van ik ga dan nu zeg maar van een film die over #MeToo gaat naar een Tweede Wereldoorlog drama. En dat is best wel een sprong die je elke keer moet maken. Ja, je moet elke keer gewoon scherpen. Oh ja, nu zijn we met dit project bezig, daar is dat belangrijk voor. Die film over de Tweede Wereldoorlog, daar heb ik al eerder wat over gelezen. Die zou eerder al gemaakt worden. Nou, we zijn er al vrij lang mee bezig. Ja. En er kwam van alles tussen natuurlijk qua financiering die ingewikkeld lag. Qua COVID wat er tussen kwam. Dus, maar nu hopen we toch dat het binnenkort gaat gebeuren. Is die al afgemonteerd? Nee, die moet nog gedraaid zelfs. Oh, dus okay. Die zijn we net begonnen. Oh, die andere film is dan de film waar je nu... Dat is de telefilm, zeg maar. De #MeToo. Het rechtbankdrama. Rechtbankdrama. Hebben ze beide met Esther Gerritsen gedaan? Nee, de Zitting, zeg maar, heet die, de telefilm. Die is geschreven door Lieke Lemus. Okay. Acteur en schrijver. En Verloren Transport, zeg maar, de postoorlog film. Die heb ik zelf geschreven. Ja, en die gaat over een transport. Ja, het Verloren Transport. Van wat voor mensen? Een groep van 2500 Joden die aan het einde van de oorlog uit Bergen-Belsen werden gedeporteerd nog naar Theresienstadt, naar een concentratiekamp daar. Maar die, het was het einde van de oorlog al en die trein die raakte het spoorbijster, om het zo maar te zeggen, tussen de verschillende fronten. Dus aan de ene kant zaten de Russen, aan de andere kant de Amerikanen. Dus die zijn een soort kriskras door Duitsland gereisd, 14 dagen lang. Totdat de Wehrmachtsoldaten die erop zaten, op een gegeven moment zeiden van wij gaan er vandoor. Die hebben de locomotief afgekoppeld en hebben die mensen daar midden in een weiland achtergelaten. Ondertussen was flectivus uitgebroken naar echt een vreselijke toestand. En toen kwamen de Russen. Die hebben ze bevrijd en die hebben het eerste beste dorp wat in de buurt lag, Treubitz, schoongeveegd. Alle Duitsers uit hun huizen gejaagd. Die zaten in het bos te overnachten. En ondertussen konden die mensen, die ex-gevangenen... Hun honger stillen. Die hebben dat hele dorp in no time geplunderd en konden hun intrek nemen in die huizen. En toen bleek dat de flectivus toch wel behoorlijk om zich heen aan het grijpen was. En hebben de Russen dat hele dorp in quarantaine gezet. Dus toen zaten de Russen, de Duitse dorpsbewoners en iets meer dan 2000 Joden, waaronder 1500 Nederlandse Joden, zaten met elkaar opgescheept 8 weken lang in dat dorp. En daar gaat het verhaal over. Het klinkt ontzettend interessant en ook wel raar genoeg actueel. Ja, het was bizar. Ik heb een herschrijven, we gingen het herschrijven voor het Filmfonds in Luxemburg, waar we nu inmiddels geld van hebben gehad. Tijdens de eerste lockdown, dus tijdens de quarantaine, ging ik verder met mijn script, wat ging over een quarantaine en over een besmettelijke ziekte. Ja, dat was echt wel absurd op een bepaalde manier. Dus, maar het moet nog gedraaid dus. Moet nog gedraaid. We beginnen als het goed is in juni. Wordt een heftige klus, of niet? Hele heftige klus. Volgens mij moet er heel veel voor geregeld worden. Ja, en het is een co-productie met 3 landen. Ja.
Nee, dus echt wel qua, voor mij, qua film maken, maar ook voor de mensen met wie ik samenwerk, zeg maar wel weer een film maken 2.0, misschien wel 3.0. Dat je denkt, oh ja, dit is wel even andere koek. Weer een stap vooruit. Of, Ja, en super ingewikkeld qua financiering. Qua, het verhaal wordt ook verteld vanuit drie vrouwen. Dus een Joods-Nederlandse vrouw die op dat transport zit. De slagersdochter, de Duitse slagersdochter uit het dorp. En een Russische sniper. In het Russische Rode Leger zaten heel veel vrouwen. Dat weten heel weinig mensen. Maar er zaten bijna 1 miljoen vrouwen vochten mee. Waaronder ook een klein clubje snipers, zeg maar. Sluipschutters. Ja. En vanuit die drie vrouwen gaan we het verhaal vertellen. En ja, dus het is Nederlands gesproken, Duits gesproken en Russisch gesproken. Dus alles moet ook helemaal vertaald. En, nou ja. Dus ook voor de montage moet je eigenlijk al de vertaling rond hebben van een heleboel zaken. Ja, ja. 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 Nou ja, en voor het eerst, het is een periodefilm. Dus ook voor mij, kijk, Nena was natuurlijk in 89. Dat is uit mijn eigen jeugd, dat is goed te doen. Dus als er dan iemand op de set kwam met een soort blouse waarvan ik dacht, nou, dat is echt geen, ja, hè, dat weet, maar dit is echt 1945. Ga je er ook mensen bij, historici? Ja, ja. En ook ja, met dus Hitlerjugend uniformen, maar ook de Russische uniformen. En, dus het is ook nog, omdat het vanuit die drie perspectieven is verteld, ja, is het heel veel uitzoekwerk en duur, zeg maar, qua. Want je moet al die dingen bij elkaar zien te zoeken. En dan de locaties nog, want ja. Ik neem aan, nou ja, zo'n trein is dan vast wel te vinden of na te maken. Nou, dat is best nog wel een ingewikkeld verhaal. Okay. Nee, dat is allemaal wel hoor, maar als je met 3 landen gaat co-produceren, is het dus zo dat je een deel van het geld moet gewoon in Nederland of aan Nederlandse crew worden uitgegeven. Dan heb je een deel wat we in Luxemburg moeten draaien en dan moeten we in Duitsland een deel draaien. Maar in Duitsland hebben we uit 2 verschillende regionen geld gekregen. Dus in Duitsland hebben we, dus we moeten in Noord-Duitsland draaien, Noord-Rijn-Westfalen en in Luxemburg. En dus je krijgt dingen als alle exterieurs ga je in Luxemburg draaien, de interieurs ga je ergens in Keulen draaien en dan die trein ergens in Noord-Duitsland. Heb je er dan nog wel gevoel bij, denk je? Nou ja, het is, als we het weer over die drie pijlers hebben, dat ambachtsdeel dat vergt zoveel detaillering en dat je het aan elkaar gaat kloppen. Maar dat de industrie hierin is, het geld komt uit van 3 partijen, ja. Dus ja. Die hebben allemaal hun, ja, spend heet dat dan, hè? Dus je moet zoveel moet je daar uitgeven en zoveel moet je daar. En dat komt soms op een soort hele ongelukkige constructies uit. En waarvan je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar wat heeft dit nou met filmmaken te maken? Maar ja, het maar is dit is wel het grote filmmaken. Ja. Volgens inderdaad de ambachtsnorm. Het is enorm gepuzzeld dus, wat je moet gaan doen. Ja. En zorgen dat alles opgenomen is. En dan kan je in de montage waarschijnlijk weer lekker los. Ja, ja. Maar je moet dus, hè, dat kunstdeel, dat makersdeel, waarom wilde ik deze film ook alweer maken? En waar gaat dat over? Ja. En dat gaat natuurlijk helemaal niet over al die grootste dingen en al die trucks en treinen en mensen die erbij betrokken zijn. Maar het gaat over die drie vrouwen en over hoe je na zo'n oorlog elkaar weer in de ogen kijkt. En weer iets van humaniteit probeert terug te vinden in. Ben je nou overal bij betrokken ook als regisseur bij zo'n film? Ja. Wil jij dat of moet dat? Grappig. Wil ik dat of moet dat? Ben je een control freak? Behoorlijk. Ja, dat is het antwoord ik denk altijd van niet. Ik denk altijd van niet. Maar ik had nu weer, omdat ik met die postproductie bezig ben van die telefilm. En dan werk je toch wel weer een maand samen met sound designers en met de graders. En die zei van de week, zei, je hoort echt alles, hè? Dus ik hoor gewoon elk zuchtje wat anders is. Of wat. Dus, dat is wel echt goed dat je dat doet. Ja, maar ook vermoeiend. Ja, dat en is wel. Ja. Ja, en ook voor de mensen met wie ik soms samenwerk, dat je voelt van,
Er zit iemand met samengeknepen billen naast me van hoe zou ze het zien of zou ze het maar horen? Dorst is de film uit 2018. Ja. Is een hele stille film ergens. Ja. Waar heel weinig sound design in zit. Ja. Maar alles klopt daarin. Ik luister heel erg. Ik luister film soms meer dan dat ik ze kijk, omdat ik ook muzikant ben misschien. Ik weet het niet. Maar ik vind geluid heel belangrijk bij films. En daar viel hem ook op dat alles gewoon klopte. Dus elk zuchtje, elk hijgje, elk kraktraapje, elk kraakje van de trap. Ja. maar ook er komt een moment in voor. Het gaat over een dochter die hoort dat haar moeder doodgaat. Ja. En die eigenlijk nooit echt een goede band heeft gehad met de moeder. En die ineens weer bij erin gaat wonen om voor haar te zorgen. Ja, tot het bittere einde. Tot het bittere einde, ja, precies. En voor wie dat goed is, dat weten we nog niet precies. Nee. Maar dan gaat ze op een gegeven moment een soort bal op de, tegen de muur en op de grond. Ja. En dat is meteen met de hoofdpersoon is geïrriteerd, maar ik ook. Ja. Dus er klopt iets heel erg aan dat sounddesign en aan die, dat tempo, die rust die je daar neemt om dat uit te laten komen. Ja. En dat, ja, goed, je mag het zelf vertellen, maar volgens mij heeft dat ook alles te maken met het proces van de postproductie en de montage. Ja. Ja, zeker. Want en ik heb dat eigenlijk, zeg maar, ik ben het grappig dat je naarmate je verder in dat vak komt, zeg maar, dus ook in het ambacht, is het ook wel grappig om te zien waar je, kijk, eerst ben je als maker heel erg bezig met het verhaal. Dus de grip te krijgen op hoe vertel ik nou een verhaal. En hoe vertel ik een goed verhaal, een spannend verhaal, dat mensen er ook in geïnteresseerd blijven. Mm-hmm. Tot je er op een gegeven moment soort gaandeweg achter komt, doordat je met al die fantastische mensen samenwerkt ook, van hoeveel er nog toegevoegd wordt aan het vertellen van het verhaal door bijvoorbeeld sounddesign. Door muziek of zelfs door licht. Ik ben bijvoorbeeld iemand, als ik ergens geen verstand van heb of had, dan was het licht. Tot ik er goed naging, ook omdat je al die regievisies dan moet schrijven, van wat is er nou, wat vind ik nou films die mij ontroeren, zeg maar puur op emotioneel vlak. En daar kwam ik heel vaak uit, omdat het iets met de belichting had te maken. Dus ik ben vanaf dat moment heel erg kritisch geworden op hoe gaan we die film belichten en wie gaat die film belichten. En ja, ik vind dat wel, dat vind ik wel het leuke van ouder worden en van dat je meerdere films hebt gemaakt. En dat je dus op een gegeven moment erachter komt van, oh wauw, maar gewoon elke fase van het filmmaken heeft weer zijn belang. En tillen dat verhaaltje van jou, om het even oneerbiedig te zeggen, echt naar een hoger plan. Ja, in dit geval, Dorst is een boekverfilming. Ja. En je hebt daarbij af en toe best wel andere keuzes gemaakt dan in het boek. Ja. Ik vond zelf de muziek had in het begin een hele lichte toets. En dat begon mij op een gegeven moment ook een beetje op te breken. Dat ik dacht van, goh, wat duurt dat? Maar aan het eind draait, kantelt alles eigenlijk. En dan snap je ineens ook wel weer waarom dat in het begin zo licht was. Ja. En dat vind ik altijd heel fijn als je aan het eind snapt waarom iets gedaan is. Ja, ja. En, want dan wordt de muziek ook weer heel emotioneel. De muziek wordt gewoon emotioneel. Ja. En terwijl er voor het gevoel heel weinig verandert misschien in wat er gebeurt. Ja. Of in de personages. Maar je wordt dus door de muziek meegenomen in het verhaal. Ja. Dus wat dat betreft bevestig ik bij deze jouw verhaal. Nee, ik vond het mooi om te zien. Ik vind dat ik probeer films vaker te ontleden. Van waarom doet dit wel iets met me en dat niet? En zo. En met deze film had ik dat ook echt, dat de muziek het weer deed aan het eind. Ja. Ja. Ja, muziek is echt heel, heel belangrijk. En soms ook heel storend. Kan, ja, zeker. Kan heel erg. Hollywoodfilms die zitten van begin tot eind vol met muziek. Er is geen scène bijna die stil is. Ja. Dus en daar accepteren we dat sneller bij dan van Nederlandse films. Ja. Gek genoeg. Ja. Dat het heel erg duwt. Ja, bij de volgende film, De Zitting, zit eigenlijk heel weinig muziek. Mm-hmm. Die is nog stiller dan Dorst. Nou, heel streng wat dat betreft. Ja. En, maar ja, ik hoop toch dat waar het dan zit, zeg maar, dat het wel gaat werken. Oh, ja. En hoe was het nou, want je hebt met Simone Kleinsma gewerkt voor deze film. Ook niet echt een typische acteur, lijkt me. Nee. Ik bedoel, ze kan natuurlijk acteren. Maar niet een standaard acteur die je uit het vat van acteurs bij castingbureaus pakt. Nee, nee.
En ze deed ontzettend goed, vond ik. Ja. Gewoon die afstand van die vrouw die ze speelde, maar ook die kleine tongue-in-cheek momentjes. Ja. Hoe was dat moeilijk regisseren? Dat was hard werken, ja. Ja, ja, kijk, bij Simone, die is... Die, ja, hoe lang zit die in dat vak, in dat musical vak? Dus die is echt begonnen met repeteren. Toen dacht ik, het grote gebaar? Nou, het was nog niet eens zozeer dat in termen van groot of zo. Maar kijk, als je op zo'n podium staat, en zeker met musical, je kan daar niet zo lange stilte laten vallen. Want dan denkt het publiek, we hebben ons geld aan uitgegeven. Nee, dus alles wordt gevuld bij musical of bij theater. En bij film gebeurt dat door heel veel andere dingen. Door muziek, door sound design, door... En is het soms juist wel... Ja, als die camera er echt dicht op zit, dan moet je gewoon eigenlijk niks durven doen. Je moet als filmacteur heel saai durven zijn. Ja. Je moet saai durven zijn en je moet lelijk durven zijn, zeg ik altijd. Nou, dat is voor iemand als Simone Kleinsma, die nog nooit, weet je, ze is altijd een soort blonde verschijning met een fantastische stem. Dus je moet, Simone zei ook wel eens van, ik voel me als een soort ui waar gewoon alles afgepeld wordt. Ja. Weet je, dat ik alleen maar zeg, nee, dat hoeft niet, nee, dat mag niet, nee, dat doen we niet. Maar uiteindelijk hebben we het wel voor elkaar gekregen. Ja. En ik vond haar echt fantastisch om mee te werken. Het was heel hard werken. Ja. Zoals gezegd, die 40 jaar musical. Diva is het natuurlijk niet, maar het is wel echt de grande dame van de musical. Omdat er... En ook altijd beschermd, denk ik. Ja, en ook, weet je, alleen al het feit dat we haar haar gewoon donker gingen verven en dat er gewoon steeds minder make-up op ging. En dat, weet je, dus dat is wat ik bedoel, want je moet saai en lelijk durven zijn. En, ja. Maar zij is wat dat betreft echt all the way gegaan. Geldt het ook voor jou als regisseur, dat je af en toe heel saai moet durven zijn of heel open moet zijn of jezelf moet afpellen op de set? Om acteurs wat meer het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn misschien? Moet je ook teruggeven, zeg maar? Ja, tuurlijk. Dat regisseren en acteren is... Die relatie, zeg maar, tussen een acteur en een regisseur. Je kan daar eigenlijk, ben ik steeds vaker achter, je kan daar geen algemene uitspraken over doen. Omdat het echt bij elke film weer anders is. En ook bij elke acteur of actrice anders werkt. Maar... Ja, kijk, in essentie komt het er toch op neer dat je iets moet, dat je een sfeer moet creëren of een relatie met elkaar moet creëren waarbij je twee hele, bijna een soort tegenovergestelde belangen in balans met elkaar worden gebracht. Namelijk, als regisseur moet je degene zijn die toch beoordeelt. Dat klinkt heel heftig, zeg maar de jouw beoordelingsvermogen op de set of iets geloofwaardig is voor het publiek, is heel belangrijk. Dat is mijn belangrijkste taak op de set is dat ik me verplaats in het publiek. En vanuit de wereld die wij schapen, zeg maar, gewoon de hele tijd bezig ben. Klopt dit? Geloof ik dit? Vertellen we wat we moeten vertellen? Ja. Dus afstand. Eigenlijk afstand. Terwijl je dat verhaal... Zeker als je het zelf geschreven hebt, al 100.000 keer bent doorgegaan. Je moet er naar kijken, steeds alsof je het voor het eerst ziet. Want zo ziet het publiek het ook. En niemand anders op de set doet dat, want die zijn allemaal bezig. Ja, is het licht mooi? Die zijn niet bezig met het publiek. Nee. Of op een ander niveau, zal ik maar zeggen. Nee. Dus ik beoordeel dat vanuit dat ik me tegennatuurlijk eigenlijk moet verplaatsen in het publiek, wat ik natuurlijk helemaal niet ben, omdat ik veel te veel weet. Ja. Ik weet al welke zin er gaat komen, maar ik moet toch ernaar kijken alsof het voor het eerst is. En die acteur moet eigenlijk ook iets tegennatuurlijks doen. Namelijk, die moet, ja, eigenlijk moet hij natuurlijk niet spelen, maar die moet voor elkaar krijgen dat wat hij doet of hoort op dat moment, dat hij, hè, als hij een zin naar zich toe gegooid krijgt, dat het voor het eerst is. Terwijl hij dat ook al 10.000 keer heeft gelezen. Ja. En die moet zich durven laten beoordelen. Dus die moet erop vertrouwen dat ik op een gegeven moment zeg, ik geloof het niet of ik geloof het wel. En dat is best een precaire balans. Want hoe ik kom tot die afstand en hoe die acteur, zeg maar, tot die emotie komt die aan moet boren, die ik geloofwaardig, dat is elk een ander vakgebied. Snap je? Waar je ook niet mee moet bemoeien. Dus je moet je vooral niet bemoeien met hoe ze daar komen. Je moet alleen durven zeggen,
wat ik weet niet zie. Precies wat het is, ja. Maar ik, dit is... Ja. En dat is wel grappig, want bij de zitting hadden we nu, omdat we daar echt met 15 acteurs de hele tijd op de set stonden. Wat ik gewoon, en het was alleen maar dialoog, want het is gewoon één zittingsdag. Op het moment dat het te lekker voelde, dat het heel lekker ging, die dialogen zeg maar, tussen de acteurs, gingen bij mij de alarmbellen af. Omdat ik dacht, als het nu gewoon te lekker voelt, dan heb ik straks een probleem in de montage. Want dan gaat het te, dan wordt het bijna te veel toneel. Ja. Hè, dus dat is een soort tegennatuurlijk de hele tijd. Je kijkt naar iets en je denkt, oh, dit is lekker. Maar het is lekker omdat het een soort toneelstukje is. Terwijl we zijn geen toneel aan het maken, we zijn een film aan het maken. En daarin heb ik soms nog wat meer ruimte nodig, bijvoorbeeld, om dingen aan elkaar te knippen. Waardoor een acteur weer erop moet vertrouwen. Dat ik zeg, je moet iets langer pauze nemen. Ja, maar dat voelt zo. Ja, maakt niet uit dat het voelt, maar ik moet toch het doen. Want anders heb ik straks een probleem in die montage. Dus ik ben de hele tijd natuurlijk aan het vooruitdenken. Terwijl, van past dit in elkaar? En als we dit en dit, is het dan wat we willen vertellen? En die acteur moet eigenlijk helemaal niet vooruit denken, of die moet gewoon in het moment, zeg maar, gewoon oprecht en direct en emotioneel durven zijn. Ja. Interessant. Het is een interessant vak. Ja. ik heb al een poosje geleden gekregen dat er nog maar 5 minuten is, dus ik moet helaas afbreken. Maar volgens mij, we zijn alweer een uur en een kwartier aan het praten, maar volgens mij zouden we nog zo'n uur door kunnen. Ja, heerlijk, toch? Ook fijn om weer eens een keer iemand in het echt te zien en te spreken. Ja, ja. Ja. Dankjewel Saskia. Graag gedaan. Dit was Saskia Diesing, te gast bij de Filmclub. Ik hoop dat jullie er allemaal aan hebben gehad wat ik eraan heb gehad. Namelijk een ontzettend leuk gesprek met heel veel informatie over filmmaken. Ik zou graag nog even de filmvereniging noemen. FilmverenigingGroningen.nl. Kijk even op onze website. En als je kan en wil, word misschien ook lid van de filmvereniging. Kost niet veel en we proberen te zorgen dat er iets van filmbeleid in het noorden komt, samen met de andere provincies in het noorden hier. En misschien dat jullie naar de hand nog vragen hebben. Er zijn relatief weinig vragen gekomen, maar aan de andere kant beantwoorden je vanzelf ook al allerlei vragen die mensen zouden kunnen hebben. Dan kan dat ook door een mailtje te sturen. Dan gaan we kijken of we achteraf nog wat kunnen beantwoorden. Dan wens ik jullie nog een hele fijne dag, een hele fijne filmdag en filmweekend ook met het IFA. Kijk vooral nog wat films hier. Het is allemaal online, maar ja, je steunt toch het filmfestival en ook de filmcultuur door lekker veel films te kijken. En ik kan me niet voorstellen dat dat een straf is. Hartelijk dank voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.